We zijn begonnen met eigenlijk ons familiebedrijf in verschillende merken. In de sport en in de reis. En 35 jaar in ervaring in de keukenapparatuur. Nou, acht jaar geleden zagen we dat er plek was in het middensegment op de markt voor een keukenapparatuurmerk. Wat de focus legde op innovatie, eigen design en daarbij niet de betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Nou, daar zijn we maanden mee bezig geweest om dat te onderzoeken. Een merknaam, logo, een branding te verzinnen. En dat is uiteindelijk Borgini geworden. En natuurlijk met het ontwerpen van een eigen assortiment. Dat bestond toen nog uit zeven producten. Met inderdaad die vernieuwende eigen designs. En inmiddels is dat enorm uitgegroeid naar een heel breed assortiment. Met alles wat je nodig hebt in de keuken. Uh, en daarnaast uh, ja, als doel om uh, gezond en uh, koken zo makkelijk mogelijk te maken. Onze producten zijn uniek omdat wij onze stijlvolle design combineren met vernieuwing, innovatie en betaalbare kwaliteit, zoals wij dat dan noemen. En daarnaast uh, proberen we de producten zo makkelijk mogelijk in gebruik te maken, maar wel een echte eyecatcher te laten zijn in je keuken. Ook combineren we marketingacties met uh, partnerships. Zoals bijvoorbeeld onze samenwerking met Jacob Jan Boerma. Dat is de drie sterrenchef van Nederland. En die denkt na over onze producten. Maakt productvideo's en recepten. Zodat het ook echt makkelijk is om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. We houden zo van wat wij doen. Omdat wij kunnen bijdragen aan het zo gezellig en leuk mogelijk te maken om thuis te zijn en te koken. Uh, wij zijn er voor de momenten van een warm kopje thee. Tot aan het uh, bakken van taarten met de kids. Of om het extra gezellig te maken aan tafel met onze gourmet stellen. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg tof dat je kan bijdragen aan die fijne, warme momenten thuis.